Ik ben Ineke van Poelgeest en ik woon in de Beemster. En tot 2 weken geleden kon je dagelijks op de NOS-site vinden hoeveel... Ik ben Esther Posno uit Velsenbroek. En we zijn hier op HBS. Daar hockey ik al jaren. De afgelopen maanden ging dat ook in coronatijd heel erg goed. Ik voelde me op de velden gewoon veilig. En er werd ook al die weken gezegd dat we buiten sporten. Dat er minder risico was voor de corona. En sinds vorige week dinsdag met de nieuwe regels mogen we ineens hier op dit mooie veld maar met 4 mensen staan. En binnen mogen we met 30 mensen staan. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik ben daar zeer verbijsterd over, omdat we gewoon buiten een hele goede afstand van elkaar kunnen houden. En binnen ben ik daar eigenlijk niet zo zeker van. Ja, ik snap dus eigenlijk de logica niet van dat je binnen met 30 man mag sporten. En hier buiten, waar we alle afstand van elkaar kunnen bewaren, niet. Leg mij eens uit. Nou, dat gaan we zeker. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat is dus de frustratie niet alleen van Esther, maar ik denk van heel veel mensen die graag lekker buiten willen sporten. Die vraag legden wij voor aan Wim Ang. Hij is microbioloog en verbonden ook aan het VU-AMC. Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag die mevrouw stelt. Heel recent zijn natuurlijk de regels weer aangepast en zijn strenger geworden. Een heleboel sporters mogen niet meer doen wat ze voorheen altijd deden. En soms zijn die dingen wel lastig uit te leggen. Het voorbeeld van de mevrouw die op hockey zit, is dan de voetballers die mogen wel door blijven voetballen. Maar de profhockeyers of de semi-profhockeyers, die mogen dat helemaal niet. En dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Maar als het gaat om binnen en buiten, is het verschil niet zo moeilijk. Binnen is slechtere ventilatie, dus liever minder mensen bij elkaar. En buiten mag je wat meer. Ja. Maar er zijn binnen ook regels voor groepjes niet groter dan 4. En die zijn hetzelfde als buiten. En nu is het natuurlijk een beetje lastig om uit te leggen van buiten is het toch veiliger, waarom mag dat groepje niet groter? Maar het is wel voor de helderheid duidelijk van sporten, groepjes van 4 maximaal. Maar de overheid heeft wel gezegd, als die groepjes onderling een afstand houden van meer dan 1,5 meter, mogen er ook meerdere groepjes zijn.